Mijn naam is Job van der Palen. Ik werk in Medisch Spectrum Twente sinds 1993 en ik hou me eigenlijk alleen maar bezig met wetenschappelijk onderzoek. Mijn functie is coördinator wetenschappelijk onderzoek en ik ondersteun mensen bij het doen van wetenschappelijk onderzoek. En wat hebben patiënten daar nou aan? Ik probeer door het doen van wetenschappelijk onderzoek de zorg te verbeteren. En dan moet je denken aan onderzoek doen naar nieuwe therapieën, maar ook bijvoorbeeld diagnostiek of sneller maken, of betrouwbaarder maken, of minder belastend te maken. En ik denk dat uiteindelijk door wetenschappelijk onderzoek de zorg beter wordt. Dat is ook meteen eigenlijk mijn passie. Daar kom ik 's ochtends mijn bed vooruit, ja, om wetenschappelijk onderzoek te doen. En ik vind het ook erg leuk om met jonge onderzoekers te werken, om die te stimuleren om eigenlijk in hun carrière wetenschap en de zorg voor patiënten samen te brengen en te verweven. In januari verhuizen wij naar het nieuwe ziekenhuis. Hoe verwacht jij dat het nieuwe ziekenhuis jou helpt bij het uitvoeren van jouw werk? Nou, niet zozeer bij het uitvoeren van mijn eigen werk, maar wat denk ik wel echt ontzettend leuk is en kijk er echt naar uit, is het auditorium. We hebben een prachtig groot auditorium straks. En ik zie al helemaal voor me, daar gaan we ons eerst volgende wetenschapssymposium organiseren. Maar ik denk ook, ik zou er graag ook voor de bewoners van Enschede dingen willen gaan organiseren. Over wetenschap bijvoorbeeld, een soort publieksacademie. Waarin we gewoon gaan vertellen, nou, wat hebben we nu de afgelopen jaren gedaan? En nou, laat mensen maar komen en laat ze maar vragen stellen. Heel inspirerend lijkt me zo'n sessie in het nieuwe auditorium.